Goedemiddag allemaal. Ik hoor mezelf dubbel of welk, dus misschien dat jij op mute moet hoor, dat weet ik niet. Maar ja, stukken beter. Heel goed. Nou, veel dank Felix voor de uitnodiging. Leuk dat we dit zo kunnen doen. Goedemiddag allemaal. Zoals Felix al aangaf, hebben we volgens mij ongeveer een uurtje. Dus we zullen ons ook houden aan het uur. Aangezien sommige mensen ongetwijfeld weer andere afspraken hebben om 5 uur. Voel je echter wel vrij om gewoon vragen te stellen. Wat Felix al zei via de chat. Dan zullen we proberen die te beantwoorden. Dus dat vinden we alleen maar leuk. Voor dit uur is eigenlijk gepland een soort update vooruitblik. We zijn het nieuwe jaar natuurlijk weer begonnen. Allemaal nieuwe plannen, nieuwe ambities, nieuwe doelen. De gedachte van deze presentatie is met name om heel even terug te kijken van wat wij met name hebben gezien de afgelopen tijd. Wat actualiteiten. En ook even vooruit te kijken voor het aankomende jaar. Vanuit een juridisch en een regulatoir perspectief. Van wat er aan staat te komen. Van wat wij denken dat eventueel relevant zou kunnen zijn voor de leden, geassocieerde leden van de NVP. We zullen een 8-tal onderwerpen behandelen. Eerlijkheid gebied te zeggen dat al deze 8 onderwerpen ook in principe een onderwerp zouden zijn waar we ook een uur op zichzelf over zouden kunnen praten. Dat gaan we niet doen. Dus we zullen het wat hoog over behandelen, met name om gewoon heel even een awareness te creëren. En zodat mensen in ieder geval bewust zijn van bepaalde ontwikkelingen, bepaalde dingen die spelen. En dan nou ja, kan iedereen voor zichzelf uitmaken of dat wel of niet relevant is. Voordat we dat doen, toch heel even kort misschien dat we onszelf introduceren. En dan gaan we in op de daadwerkelijke inhoud. Voor degenen die ons nog niet kennen, mij nog niet kennen, mijn naam is Vilmar Veenstra. Ik ben advocaat bij Loijens & Loef. Ik werk op de Investment Management Praktijkgroep. En van waaruit ik eigenlijk op een dagelijkse basis betrokken ben bij het opzetten van fondsen, dus fundraisings en het hele proces wat daarbij hoort. En ook gedurende de hele looptijd van het fonds assisteren wij met name fondsbeheerders, maar ook bepaalde investeerders bij alles wat komt kijken vanuit, in mijn geval met name dan een civiel perspectief. Roderick, misschien kan jij jezelf even voorstellen en dan eerste onderwerp bespreken. Ja, zeker. Ik ben advocaat, ook bij Loijens & Loef. En ik ben gespecialiseerd in financieel toezicht. En dan met name toezicht van de AFM en de Nederlandse Bank op beheerders van beleggingsinstellingen. Dus even heel kort over mezelf. Ik zal hem aftrappen. Ik ga even kort. We gaan nu even het eerste gedeelte van van de update is regulatory. Hè, dus we gaan enkele belangrijke regulatory ontwikkelingen behandelen die nu spelen en die voor beheerders van beleggingsinstellingen relevant zijn. En waar zeker ook in ieder geval actiepunten ook uit voortvloeien. Dus die zullen we nu ook bespreken als we verschillende onderwerpen behandelen. We beginnen met de Cross-Border Distribution Directive. Is erg belangrijk voor beheerders. Komt 2 augustus, als het goed is, treedt in werking. Dus met name relevant voor AFMD-vergunninghouders en EVK-beheerders. Kleine beheerders, dus niet EVK-label hebben. En die geen EVK-label hebben, daar, die vallen eigenlijk buiten de boot. Vallen buiten de scoping van deze regelgeving. Bestaat uit een richtlijn en een verordening. De verordening is effectief per 2 augustus. Bijvoorbeeld EVK-beheerders. Voor hen, de EVK wordt ook, die EVK is ook een verordening. Behoeft geen implementatie in de Nederlandse wetgeving, is sowieso effectief per 2 augustus voor EVK-beheerders. Voor AFMD-vergunninghouders worden bepaalde aspecten van de nieuwe cross-border regels gereguleerd door een richtlijn. Die moet nog worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, in de WFT. Daar is eigenlijk pas net een consultatie gepubliceerd.
De richtlijn schrijft voor dat die moet zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving op 2 augustus. Maar goed, gelet op het feit dat er eigenlijk nu pas wetgeving geconsulteerd is, is een beetje de vraag of dat gaat worden gehaald door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Maar goed, dat zullen we zien hoe dat gaat lopen. Nou, wat zijn eigenlijk de highlights ervan? De eerste is pre-marketing wordt verduidelijkt. Dus dat is eigenlijk de market testing fase, de fase waarin beheerder eigenlijk bij investeerders nagaat of er appetite is om in een fonds te investeren, een nieuw op te zetten fonds te investeren. Dat is eigenlijk een beetje de beginfase van een fundraising. Vaak is dan het fonds is er nog geen goedkeuring door de AFM op basis van de IFND of EUVECA. Er is nog geen goedkeuring van de AFM voor het aanbieden en of beheren van dat fonds. Maar goed, een investeerder wil toch al weten, is er appetite voor investeerders voor dit beleggingsconcept of nieuw fonds? De huidige situatie is dat het gewoon niet duidelijk is. Het is gewoon niet duidelijk op dit moment. Er is geen geharmoniseerd kader voor. Iedere EU-lidstaat is het weer anders. Dus er is weinig. Je moet dus eigenlijk in iedere lidstaat juridisch advies inwinnen. Wat is precies toegestaan qua pre-marketing, wat kan ik aan beleggers verstrekken? Kan ik een teaser verstrekken of niet? Dus in de lidstaat is nu niet geharmoniseerd. Nou, daar beoogt dit dus nieuwe cross-border regels beogen daarin te voorzien. Een nieuw regime voor pre-marketing. Dat houdt kort gezegd het volgende in. Het is ten eerste alleen gericht voor voor professionele beleggers. En bij EUVECA ook niet professionele beleggers die meer dan 100.000 euro beleggen. Ten aanzien van dat soort beleggers mag pre-marketing worden verricht. Voorwaarde is dat er een melding wordt gedaan 2 weken na de start van de pre-marketing bij de AFM. Wat voor documentatie mag je verstrekken in de pre-marketing fase? Nou, dat zijn bijvoorbeeld teasers of presentaties, maar ook een draft prospectus en een draft LPA. Mits daar bepaalde disclaimers op staan, dat het draft is, dat je er nog niet op basis daarvan kan beleggen. Het moet ook niet voldoende zijn om al te kunnen inschrijven. Dus bijvoorbeeld subscription agreements mag je nog niet verstrekken in de pre-marketing fase. Dus het is echt een goed regime. Dus ook behulpzaam voor de praktijk. Eigenlijk al voordat je de AFM goedkeuring hebt, toch bij investeerders na te gaan of er appetite is voor het fonds. En het biedt eigenlijk rechtszekerheid ook in andere lidstaten om dat daar ook te doen. Wat nog relevant is in dit kader is dat eigenlijk alle inschrijvingen vervolgens plaatsvinden op basis van pre-marketing binnen 18 maanden wordt geacht te zijn vanwege die pre-marketing en moet ook plaatsvinden op basis van een echte een goedkeuring van de AFM en eventueel een paspoort. Dus reverse solicitation wordt dan lastig. Hè? Dus je mag alleen beleggers vervolgens toelaten als je fonds ook is goedgekeurd. Wat nog van belang is, is dat de placement agent die je inschakelt voor de pre-marketing een MiFID-vergunning moet hebben. Dat is een van de voorwaarden. Dus dat is van belang voor beheerders om te checken als de placement agent die ze inschakelen dat ze de juiste vergunning hebben. Wat er dan ook nog een eis is dat de pre-marketing adequaat moet worden gedocumenteerd. Nou, dus even zoeken wat daar dan precies mee bedoeld is, want dat is verder niet toegelicht. En je zou je kunnen voorstellen dat je toch een soort van administratie moet bijhouden. Wie heb je dan getarget? Met wie heb je gepraat? In welke landen? En wat voor informatie heb je gegeven? Maar goed, het is dus nog een beetje aftasten wat dan precies met die adequate documentatie bedoeld wordt. Een ander
Een andere highlight is denotificatie van, van een paspoort. Dat is met name relevant voor vergunninghouders. Algemeen bekend natuurlijk dat zodra je een fonds hebt gepaspoord naar een ander EU-land, dat je dan toezichtskosten in rekening gebracht krijgt toch een fors aantal landen, EU-landen. Nu wordt er een soort geharmoniseerd kader geïntroduceerd om dat paspoort weer in te trekken als de marketing is afgelopen, na de closing van van een fonds. Dat wordt nu dus ook geharmoniseerd. Op dit moment is er eigenlijk nog geen procedure, is niet voorzien in de IFMD. Met deze nieuwe regels is dat wel het geval. Er zitten wel wat voorwaarden aan die niet altijd even gunstig of behulpzaam zijn en die het eigenlijk best wel tricky maken om te denotificeren. Dus de vraag is of dit nou voor de praktijk zo'n behulpzame route is, de denotificatie. Nou, wat zijn de voorwaarden? Eerst is publicatie in host member state. Dus het land waarnaar je gepaspoord hebt. Nou is even de vraag in welke vorm dat dan moet geschieden. Daar geven de regels geen duiding over. Nou, je mag, je moet die overeenkomst met de placement agent beëindigen ten aanzien van marketing en dat fonds. Goed, dus voor zover is het natuurlijk allemaal nog te overzien. Maar wat een echt nadeel is, is dat je geen nieuwe pre-marketing dan mag doen in het betreffende land waar je de paspoort hebt ingetrokken. Binnen 36 maanden na de denotificatie van het paspoort. En dat geldt zowel voor het fonds waarvan je het paspoort hebt laten intrekken als voor soortgelijke fondsen met eenzelfde beleggingsstrategie. Je mag dan wel marketen in die landen, maar niet pre-marketen. Binnen 36 maanden na de intrekking van het paspoort. Dus dat is een... Het is eigenlijk... Ja, voor ons op dit moment niet helemaal duidelijk waarom dat zo is. Maar goed, het staat in de verordening. Daar moeten we het gewoon mee doen, denk ik. Dus dat is een belangrijke afweging in het kader van de denotificatiebeslissing. Van een paspoort. Een ander punt is eisen omtrent marketingmateriaal. Dat is ook belangrijk. De marketingmateriaal bestaande uit bijvoorbeeld je teasers, presentaties, PPM. Daar worden bepaalde regels aan gesteld. Die zijn ook op dit moment die worden ook uitgewerkt in ESMA consultation papers, op dit moment geconsulteerd. Wat zijn dan de belangrijke punten in het kader daarvan? Bijvoorbeeld een eis is dat je voordelen en risico's op een even opvallende wijze moet beschrijven. In de ESMA consultation paper is dan uitgelegd hoe je dat moet doen. Dus als je in een teaser of een flipbook of bepaalde informatie geeft over verwachte rendementen, moet je op gelijke prominente wijze ook informatie geven over de risico's. Daarnaast moet de marketingmateriaal duidelijk en niet misleidend zijn. Volledig duidelijk niet misleidend. En daar wordt ook in de consultation paper extra aandacht aan gegeven, met name over het weergeven van kosten en verwachte rendementen. Dus als je bepaalde verwachte IRR's opneemt in je marketingmateriaal, dan moet je zijn er bepaalde worden er in de consultation paper bepaalde eisen gesteld over op basis waarvan je die op basis waarvan je dat moet opstellen. Een objectieve analyse staat er bijvoorbeeld in de consultation paper. En er staat ook in dat je dan bepaalde waarschuwingszinnen erbij moet opnemen. Verwachte rendement is dat het geen garantie is voor prestaties. Dus een belangrijk document ook voor het opstellen van marketingmateriaal in de toekomst. En tenslotte is nog relevant dat er centrale registers komen bij ESMA, maar ook op de website van de lidstaten over wat precies de regels zijn in andere landen ten aanzien van wanneer je gebruik maakt van een paspoort. Bijvoorbeeld Spanje heb je een
heb je een paying agent nodig als je gebruik maakt van artikel 32 AIVD-paspoort om te markten in dat land als AIVD-vergunninghouder. Nou, dan moet dus een soort, ja, dat moeten toezichthouders op een website publiceren en dat komt ook in een centraal register van ESMA. Dus dat zijn een beetje de highlights van de cross-border distribution regelgeving. Is zeker relevant om nu al voor te bereiden. En waarschijnlijk vanaf 2 augustus is dat werkelijkheid. Ander onderwerp is wat natuurlijk veel beheerders bezighoudt, blijft bezighouden, is de WWFT. Voor alle beheerders valt daaronder. Kleine beheerders, vergunninghouders, voor iedereen relevant. Er zijn enkele belangrijke ontwikkelingen geweest. Dus recent is de leidraad gewijzigd. Dus goed om daar een goede notie van te nemen. Zo bijvoorbeeld wat voor guidance is bijvoorbeeld gegeven is op het gebied van hoe je je bedrijfsbrede risicoanalyse doet. Moet doen. Hè? Dus de beoordeling van de risico's van de bedrijfsvoering als geheel. Hè? Dus als we kijken naar het tweede punt en de AFM-onderzoek, om daar al even een vooruitblik op te doen. Wat je ziet, wat commentaar wat de AFM vaak heeft op risicobeoordeling van beheerders, is dat ze te algemeen zijn en niet de concrete risico's benoemen. In de leidraad wordt er iets meer guidance gegeven over de risicobeoordeling. Wat een tweede punt wat toch wel een nieuw inzicht geeft, is de guidance van de AFM over UBO's bij beursvennootschappen. Dus wat de AFM zegt is, als er een niet gelist gedeelte is, als een cliënt een gedeelte van het kapitaal van de cliënt niet gelist is, en dan kun je er niet zomaar van uitgaan dat er geen UBO is. Dan zul je naar dat niet geliste gedeelte moeten kijken. Als er niet dezelfde transparantieregels op van toepassing zijn, dan moet je dan toch kijken, is er een UBO? En dan moet je een UBO-check doen. Dat is van belang. Wat ook van belang is bijvoorbeeld, is dat dat er nadere guidance is gegeven over de frequentie van de actualisatie van cliëntdossiers. Dus de AFM zegt, laag risico bijvoorbeeld 5 jaar, midden risico 2 jaar, laag risico 1 jaar actualisatie en event-driven. En tenslotte is er nog, dit zijn enkele highlights, er zijn meer wijzigingen doorgevoerd, maar tot slot nog even over opleiding is ook nadere guidance gegeven. Dus de AFM die geeft nadere concrete duiding over welk type functionaris binnen bij een beheerder welk type opleiding zou moeten volgen en de diepgang daarvan. Nou, het is iedereen bekend natuurlijk ook dat de AFM onderzoeken doet. Hè, dus daar is natuurlijk de laatste tijd ook veel ervaring mee opgedaan. Dus hoe gaat dat in zijn werk? In september, einde van de zomer, iedereen krijgt een questionnaire, een uitgebreid WWFT-questionnaire van de AFM. Op basis daarvan selecteert de AFM beheerders voor onderzoeken. Ik denk de ervaring leert dat er eigenlijk in iedere cyclus worden er wel toch een redelijk aantal beheerders worden eigenlijk gepinpoint voor een onderzoek. Vaak gebeurt dat een beetje in december. Tenminste is ervaring tot nu toe dat er beheerders eigenlijk brieven krijgen van de AFM dat ze het onderwerp worden van een onderzoek, een on-site investigation. De AFM stuurt dan een brief naar beheerders waarbij ze informatie opvragen. Bijvoorbeeld over de risicobeoordeling, over alle client files, informatie over investeerders. En vervolgens doet dan de AFM een on-site. Komen ze ook langs op kantoor. Dan komen ze een dag langs om met iedereen te spreken, de directie te spreken, compliance officer. Vervolgens volgt er dan een rapport waarvan je toch wel vaak ziet dat ze bevindingen hebben. Waarbij je ook ziet dat ze dat specifieke team van de AFM die zich bezighoudt met WWFT zich niet altijd bekend is met alle specifieke aspecten die alle specifieke kenmerken van beleggingsfondsen en met name ook private equity.
leert ervaring. Daar kun je dan op reageren en eventueel kun je, krijg je dan de gelegenheid om dingen te herstellen. Dat is een beetje de trant van het proces van zo'n onderzoek dat we tot nu toe hebben voorbij zien komen. Dat even over AFM-onderzoeken. Nou, een vooruitblik al, een vooruitblik ook. Er komt dus waarschijnlijk een single rulebook aan. Hè, dus de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn die we nu hebben. Die gaat waarschijnlijk weer helemaal op de schop. Er wordt omgezet naar een verordening die dan rechtstreekse werking heeft in de lidstaten. Er zit gewoon een grote verandering aan te komen. Er komt ook een Europese toezichthouder, waarbij de AFM zal nog steeds wel een rol hebben, denk ik. Maar de Europese toezichthouder die krijgt toch ook belangrijke bevoegdheden. Voor bepaalde instellingen krijgen ze rechtstreeks toezichtsbevoegdheden. En voor waar de toezichtsbevoegdheden bij de lokale toezichthouders blijven, krijgt die Europese toezichthouder een soort van coördinerende rol. En zoals het nu een beetje uit commissiestukken blijkt. Dus dat is een vooruitblik. We krijgen dus weer het is geen rustig bezit, WWFT en AML compliance. Dan zijn er denk ik nog enkele, ja, het is, dus, het, ja, het WWFT blijft veel vragen opkomen in de praktijk. Bijvoorbeeld hè, nu met de implementatie van het Uber-register. Beheerders van PE-fondsen moeten natuurlijk op dit moment voor hun eigen entiteiten de UBO's doorgeven aan de KVK. Je ziet ook in de praktijk zie je dus ook vragen opkomen vanuit de portefeuillecompanies. Moeten we de directie van de beheerder, de partners van de beheerder van de fonds als UBO-register registreren voor de portefeuillevennootschap? Dat is een analyse die je van geval tot geval natuurlijk moet maken aan de hand van de UBO-definitie. Ik denk het is wel, wat ons betreft, is het niet voor de hand liggend om de directie van een private equity maatschappij, van een private equity beheerder als UBO van een portefeuillevennootschap te regisseren. Goed, dat zijn op dit moment vragen die in de praktijk spelen en waar ongetwijfeld verder over nagedacht zou moeten worden. Een andere punt is transactiemonitoring bij private equity. Ook in het kader van de AFM-onderzoek. Transactiemonitoring was belangrijk. Echt een belangrijk onderwerp. Ook van het onderzoek. De vraag is, hoe doe je dat nou in de praktijk bij private equity? Je merkt dat er bij de AFM niet superveel begrip is hoe een private equity fonds werkt, wat voor transacties er spelen. Wat je ziet is, hoe je het zou kunnen structureren voor transactiemonitoring moet je een gebruikelijk transactieprofiel opstellen. En transacties die buiten dat profiel vallen, die moet je eigenlijk onderzoeken. En hoe je het bijvoorbeeld zou kunnen structureren, zeg je dan zo, transactieprofiel bij investeerders is de capital calls en de distributies. En zolang die gewoon overeenkomen met de bedragen die bijvoorbeeld in een capital call, de bedragen die in capital calls zijn genoemd. En natuurlijk afkomstig van de bankrekening van de investeerder, dan vinden we dat vallen binnen het gebruikelijke transactieprofiel. En als er verder ook geen hits zijn, screening software of bad press of zo, dan gaan we dat soort transacties niet vallen die gewoon binnen het profiel. En alles wat daarbuiten valt, onderzoeken we. Dat is even heel kort over het punt van transactiemonitoring. Volgende onderwerp. ESG Disclosure Regulation speelt natuurlijk op dit moment ook heel erg. 10 maart de eerste disclosure verplichting van toepassing. Dus je ziet nu dat veel beheerders zijn nu natuurlijk driftig mee bezig om te kijken wat voor disclosures moeten doen.
voor wie is het relevant? Voor EVK-beheerders en FND-beheerders. Er is recent een brief geweest met interpretatievragen van de ESA's aan de commissie. Nog maar heel recent. Waarbij ze ook hebben gevraagd, ja, vallen ook kleine beheerders onder die disclosureverplichtingen? Dus dat is natuurlijk heel ongelukkig dat dat nu pas die vraag wordt gesteld, terwijl je 10 maart al moet complyen. We hebben het zo. De markt lijkt het een beetje te interpreteren alsof. Gaat er een beetje vanuit of voor nu dat het niet van toepassing is op kleine beheerders. Maar zonder EVK. Maar goed, het is dus ook nog even af te wachten wat daar voor vraag terugkomt vanuit de commissie. Iets anders wat we verwachten is nog een communicatie van de AFM. Dus even de vraag wanneer dat gaat komen. Dus ik heb recentelijk nog even telefonisch contact gehad met iemand van de AFM. En die zei, er komt nog een soort van communicatie naar de markt over de meldingen. De meldingen moeten worden gedaan in het kader van SFDR bij de AFM. En daarbij is er in ieder geval een meldplicht die geldt voor alle beheerders. Een meldplicht voor alle beheerders die vallen onder de SFDR, hoe ze complyen. Als een beheerder naar aanleiding van de SFDR aanleiding ziet om beleggingsbeleid te veranderen bijvoorbeeld, om een wijziging aan te brengen in de fondsdocumentatie, dan is eventueel ook een materiële wijzigingsnotificatie waar dan ook een beoordelingstermijn van de AFM aan vast zit. De eerste melding is meer de eerste melding die ik net noemde, is meer gewoon een melding zonder dat daar nog een wachttermijn van de AFM aan vast zit. Een wachttermijn om een beoordeling van de AFM af te wachten. Dus dat is een beetje dat verwachten we nog op korte termijn. Zonder materiële wijziging. Enkele melding bij de AFM met materiële wijziging, ook een goedkeuringstermijn die daaraan vast zit. Wat zijn de highlights van deze regelgeving? Nou, iedereen is natuurlijk al een beetje bekend mee, maar is er nu mee aan het werken. Maar goed, je hebt ESG-disclosures op je website in je PPM. Dat is voor nu, voor 10 maart van belang. Wat moet je disclosen? Het integreren van duurzaamheid in je beleggingsbeslissingsproces. Het is eigenlijk een beknopte beschrijving van je governance procedure. Om risico's mee te nemen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. En ook de wijze waarop je dat meeneemt in je beloningsbeleid. De tweede onderdeel van de, dus dat is eigenlijk meer de. Hoe je het zou kunnen noemen, de outside-in. Dus de risico's die van buiten komen, die impact hebben, materiële impact hebben op het rendement van het fonds. Het tweede waarover je moet disclosen is de duurzaamheidsimpact van je investeringen. Dat zou je kunnen noemen de inside-out. Dat is bij beheerders die minder dan 500 werknemers hebben, dat is vrijwillig. Als je dat niet doet, het disclosen van die duurzaamheidsimpact, dan moet je een standaard zin opnemen dat je dat niet doet. Wat we vaak zien in de praktijk is dat mensen, dat beheerders op dit moment nog van die vrijstelling gebruik maken. Als ze minder dan 500 werknemers hebben, hoef je gewoon minder te disclosen. Over de wijze waarop je portefeuillevennootschappen, de duurzaamheid van je portefeuillevennootschappen. Een ander onderdeel van disclosure is de duurzaamheidskarakteristiek. De klassificatie van je fonds. Als artikel 8, fonds, artikel 9 fonds of overig. Als je een artikel 8 of artikel 9 fonds bent, dan moet je bepaalde extra disclosures doen aan investeerders. Dat is dan met name over een artikel 8 fonds, om daar even op in te zoomen. Een artikel 9 zijn impactfondsen. Artikel 8 fondsen zijn fondsen die op zich een beleggingsobjectief, bijvoorbeeld het maken van rendement, zoveel mogelijk winst. Maar als ze daarbij ook bepaalde duurzaamheidsfactoren in acht moeten nemen. Dat moet dan bindend zijn, bindend onderdeel van bijvoorbeeld basis van fondsdocumentatie, bijvoorbeeld een exclusion list die is gericht op het promoten van ESG-karakteristieken.
En daarnaast ook, en als daarnaast ook het een beleid is op het gebied van good governance ten aanzien van portefeuillevennootschappen. Dat zie je bijvoorbeeld op de sound management structures of tax compliance of goede werknemersrelaties in de portefeuillevennootschap. Dus als het aan die twee eisen is voldaan, is het fonds een artikel 8 fonds. En moeten weer een bepaalde extra disclosures doen. Namelijk een beschrijving van die duurzaamheidskarakteristieken. Bijvoorbeeld een exclusion list die is gericht op het promoten van ESG-karakteristieken. En wat het beleid is over good governance. Dat zijn dan de extra disclosures die moeten worden gedaan. Als ik dan naar het volgende onderwerp... Mag ik een korte vraag stellen? Ja. Begrijp ik het dan goed dat de ESG-disclosure niet geldt voor sub-threshold AFM-registratiepartijen? Nou, daar is nu dus een vraag over gesteld. In de brief van de Europese Commissie is daar een vraag over gesteld. Het hangt dus even af van de antwoord van de Commissie. Kijk, als je kijkt naar de verordening zelf, dan is er geen onderscheid gemaakt. Dus kleine beheerders en VK of AFMD-beheerders. Maar als je vervolgens in de verordening zelf kijkt naar op welke wijze bepaalde disclosures moeten gedaan, dan moet dat worden gedaan in precontractuele informatie, bijvoorbeeld een EVK-manager en een IFMD-beheerder ter beschikking moet stellen. Ja, maar een kleine beheerder, die hoeft geen verplichte precontractuele informatie beschikbaar te stellen op basis van de IFMD of de EVK. Dus daarom wordt, denk ik, dat op dit moment het wordt geïnterpreteerd alsof het niet van toepassing is op kleine beheerders. Omdat vervolgens de uitwerking van de verordening, hoe je dan zou moeten disclosen, dat is gewoon niet logisch. Het sluit niet aan op kleine beheerders, omdat die geen precontractuele informatie hoeven te verstrekken. Maar goed, er is een vraag gesteld aan de Europese Commissie. Dus we moeten even kijken of ze dat ook bevestigen. Oké, dat is nog even afwachten dus. Dat is nog even afwachten, ja. Lijkt er dus op van niet. En nog een kleine vraag in de chat ook. Fingers crossed. De verduidelijking, je moet je ESG-beleid publiceren of rapporteren wat je ook daadwerkelijk hebt gedaan. De specifieke onderwerpen van disclosure, dat hebben we daar in Romeinse 2a tot en met c gezet. Dus je moet onderaan moet je disclosen wat je... de wijze waarop je duurzaamheidsrisico's, de beoordeling van duurzaamheidsrisico's meeneemt in je beleggingsbeslissingsproces. Mm. Het is eigenlijk een soort governance. Hè. Je ziet wat je nu veel ziet is een type disclosure als we hebben een binnen beheerders een proces om een investment proposal op te stellen en dat investment proposal wordt voorgelegd aan een investment committee en die hebben vervolgens beslissing. Nou, in de investment proposal daar worden alle risico's meegenomen, waaronder ook ESG-risico's. Ja, oké. Okay. Dat is eigenlijk een beetje... is overigens ook nog relevant om te noemen dat onder A, dus ook naast het proces moet je ook, als er ook specifieke duurzaamheidsrisico's spelen, moet je die dus ook noemen. Hè, als een soort van risk factor disclosure. Hè, moet je ook die specifieke risico's noemen. En dan moet je ook disclosen richting investeerders. En als die er niet zijn, als je die niet hebt geïdentificeerd, dan moet je de redenen uitleggen waarom dat niet zo, waarom er geen ESG-risico's spelen. Dus dat is even onder A. Ja. Rick, je houdt de tijd in de gaten, hè? Ja, zeker. Ja, zeker, ja, ja, ja. Nou, wat zijn nog andere relevante ontwikkelingen? Nog even varia's hebben we opgenomen. Nou, dit is natuurlijk de IFMD consultation paper, uitgebreid besproken al. 29 januari, de deadline voor indiening ervan is Invest Europe mee bezig. Dat is al uitgebreid besproken. Gaan we even verder op in. Ja, zeker. Ja, ja. En dan zijn er nog enkele relevante ontwikkelingen voor IFMD-vergunninghouders die belangrijk zijn. Ik denk met name goed om even te noemen is onder A, er is een soort opinie gekomen van of een soort communicatie van ESMA aan National Competent Authorities ten aanzien van het in rekening brengen van kosten bij fondsen.
Daar is een nadruk, daar is specifieke guidance gegeven over, en dus de eisen over het, dat de beheerders niet hun due costs in rekening mogen brengen bij beheerders. Het is belangrijk om goed in de gaten te houden en kennis hiervan te nemen. Een ander punt van belang is voor vergunninghouders is na de interpretaties van DNB over kapitaalseisen, het recht door kapitaal. Bijvoorbeeld bij Tier 1 kapitaal heb je voor het uitkeren van distributies heb je goedkeuring nodig van DNB. Dus dat is niet uitkeren van winst, maar het uitkeren van reserves. Nou, dat geeft, daar heeft DNB nadere duiding en nog eens onder de aandacht gebracht bij beheerders in nieuwsberichten. En er is natuurlijk de recente guidance van de AFM ten aanzien van compliance functie, waarbij ze maturity niveaus bespreken. Verschillende maturity niveaus van de compliance functie en wat de AFM daarbij verwacht. Tot slot nog van belang om te melden. Is de constatatie wijzigingswet financiële markt 2022. Markttoegang voor EU-kleine beheerders in Nederland. Nu niet mogelijk. Mogelijk na de inwerkingtreding van deze wet wel. Op dit moment zie je nog een soort reciprociteitsprincipes in andere landen. Duitsland zegt kleine beheerders mogen niet in Nederland aanbieden. Dus mogen kleine beheerders in Nederland ook niet in Duitsland aanbieden. Hopelijk gaat dat dan hiermee op de schop. En dan hebben kleine beheerders in de toekomst wel toegang tot Duitsland. Dat is even, nog even af te wachten. Maar goed, dit zijn, dit is denk ik even mijn. Dit zijn in vogelvlucht even de regulatorenontwikkelingen. Geef ik het woord aan Vilmar. Dankjewel, Voor het civiele gedeelte. Heel goed. Dan gebruik ik de laatste 20 minuten nog om wat andere onderwerpen die minder aan de regulatorenkant ziet. Je ziet toch met name de afgelopen jaren dat de ontwikkeling vanuit een regulatorperspectief enorm is. Steeds meer verplichtingen en ontwikkelingen. Desalniettemin hebben we ook nog een aantal andere onderwerpen wilden behandelen waarvan we dachten en denken dat die interessant zouden kunnen zijn. Om te beginnen, het wetsvoorstel in zaken de moderniseren van de personenvennootschappen, die met name natuurlijk van belang zullen zijn voor die fondsbeheerders die ook daadwerkelijk fondsen hebben in de vorm van een communautaire vennootschap. Een tijd geleden is daar al een eerste consultatie geweest, in 2019. En op dit moment wordt er een nieuwe consultatie voorbereid. Die hadden we eigenlijk al, stond al gepland. Dat is nog iets uitgesteld. Ik begrijp dat er met name nog wat discussies gaande zijn ook vanuit de fiscale kant, omdat deze keer naast het civiele deel, dus het wetsvoorstel zelf, zal de consultatie ook zien op de fiscale implicaties van dit alles en ook het eventuele overgangsrecht. Dus ik persoonlijk kijk erg uit naar de nieuwe consultatie om te zien wat wat daarin staat. Verwachting is dat ergens in het eerste kwartaal van dit jaar zal worden uitgestuurd, zodat iedereen daar weer naar kan kijken. En ja, dat is toch wel erg noodzakelijk als je kijkt naar de huidige wet en regelgeving van de communautaire vennootschap met name. Die dateert al enige tijd geleden. Het is toch sterk verouderd. Een hoop rechtspraak waar je op moet baseren. Dus wij zien dat toch in de praktijk dat er veel vragen zijn. De meeste is dan wel te beantwoorden op basis van rechtspraak en interpretatie van hoe het zou kunnen zijn. Maar je ziet dat er toch een hoop behoefte is aan duidelijkheid. Uiteraard weten we nog niet wat er precies weer in het wetsvoorstel zal komen en hoe het eruit zal komen zien. Een klein tipje van de sluier wellicht waarvan we denken dat toch wel weer zal terugkomen. En wat uiteindelijk denk ik ook wel in het wetsvoorstel uiteindelijk zal blijven staan is. Eén is het punt op de rechtspersoonlijkheid. Momenteel is het zo dat de communautaire vennootschap zelf, en het ziet ook op andere vennootschappen, maar omdat met name fondsen natuurlijk gestructureerd zijn in de communautaire vennootschap, focussen we ons daar even op. Je ziet momenteel dat daar nog geen rechtspersoonlijkheid is. Dus je krijgt allerlei lastige discussies die je soms ook moet uitleggen ten aanzien van wie houdt nou eigenlijk de assets van een communautaire vennootschap. Is dat nou de beherend vennoot? Zijn het alle vennooten gezamenlijk? Nou, er zijn allerlei oplossingen voor.
in het nieuwe wetsvoorstel zou met de rechtspersoonlijkheid daar denk ik het een en ander in ieder geval worden verduidelijkt, dat de communautaire vennootschap dat vanaf dat moment ook zelf kan gaan houden. Dus ik denk dat dat een hoop in ieder geval duidelijkheid van schaffen. Er zitten ook nog wel allerlei vragen aan, maar daar zullen we nu niet op ingaan. Maar ik denk dat dat één onderdeel is. Tweede onderdeel waar denk ik ook wel behoefte aan is de duidelijkheid ten aanzien van de zekerheden die je kan geven in het kader van de belangen die in communautaire vennootschappen worden gehouden. Dat kan in de financieringspraktijk veel duidelijkheid geven en kan zeer behulpzaam zijn. Ook daar is denk ik nu erg veel onduidelijkheid over van wat je wel en niet zou kunnen doen. En daar zal hoogstwaarschijnlijk, zoals het lijkt, in ieder geval in het wetsvoorstel meer duidelijkheid over komen. En dat je ook daadwerkelijk tot het geven van zekerheden en verpandingen over kan gaan. Dus daarover hopelijk snel meer. Het derde onderdeel, wat noemenswaardig is, is het feit dat we denken dat daar, en dat was de vorige keer ook, in ieder geval enige vorm van vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de communautaire vennoten. Dus over het algemeen zullen dat de investeerders zijn die als communautaire vennoot optreden. Nou zal dat niet altijd enorme behoefte bestaan voor de investeerders ook om te kunnen optreden. Het enige is dat er vaak nu nog wel discussies zijn over als je optreedt, in welke hoedanigheid dan ook, dat allerlei grote gevolgen met zich meebrengt in het kader van aansprakelijkheden. In het wetsvoorstel zullen waarschijnlijk iets op orde genomen ten aanzien van het feit dat een communautaire vennoot, wellicht op basis van een volmacht, maar in ieder geval dat daar duidelijkheid over komt wat wel en niet kan, zodat je in ieder geval als investeerder ook weet wat je wel en niet zou kunnen doen, in plaats van toch het enigszins schemerachtige waar we misschien soms nu nog in zitten. Vierde punt, wat we in ieder geval wilden noemen nu, is dat er weer waarschijnlijk ook een procedure komt voor het omzetten. Ook hier is even de vraag of daar in de praktijk, misschien in de fondsenpraktijk, veel gebruik zal van worden gemaakt. Maar het biedt in ieder geval weer een extra additionele mogelijkheden. Mocht het noodzakelijk zijn om te gaan kijken of je wellicht een BV om kan zetten naar een CV en vice versa. Dus al met al denk ik veel punten waar meer duidelijkheid op komt, waardoor we hopelijk in de toekomst wat concreter antwoorden kunnen geven op vragen die opkomen, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Zoals gezegd, eerste kwartaal wordt verwacht dat die consultatie naar buiten komt. En dan is de verwachting, er werd altijd heel erg gewerkt naar een invoeringsdatum van 1 januari 2022, maar omdat het allemaal toch allemaal wat langer duurt dan verwacht, wordt er denk ik waarschijnlijk nu toch gewerkt naar een datum van een jaar later. Maar ook daarover moeten we natuurlijk kijken hoe dat loopt. Dat wat betreft het eerste onderdeel. Tweede onderdeel, wat wij de afgelopen tijd veel hebben gezien, is uiteraard is corona en COVID een groot onderwerp geweest. Er is al veel aandacht besteed in Nederland in ieder geval aan de nauwregeling. Wat wij heel veel hebben gezien de afgelopen tijd is ook dat vanuit een Duits perspectief er allerlei initiatieven zijn opgestart. Waaronder de Duitse coroning, de German Corona Matching Facility, die beschikbaar is gesteld. Waarvan wij zien dat veel partijen ook in Nederland daar gebruik van maken. We hebben voor een aantal partijen daarbij geassisteerd. Het is een faciliteit die door de Duitse overheid beschikbaar is gesteld om eigenlijk Europese, het ziet op Duitse start-ups en kleinere bedrijven die door de hele COVID-crisis problemen zijn geraakt. En biedt de mogelijkheid voor Europese, met name venture capital fondsen, om gebruik te maken van deze faciliteit. En met name voor die fondsen die dus ook daadwerkelijk hebben geïnvesteerd in Duitse bedrijven, kan dat best een interessante mogelijkheid zijn om voor die bedrijven additioneel kapitaal beschikbaar te maken. Het is een faciliteit die door de overheid beschikbaar is gesteld, maar die uiteindelijk wordt uitgewerkt en ook eigenlijk via de KfW, Capital en het EIF wordt eigenlijk beschikbaar wordt gesteld. Dus het geld gaat via deze twee partijen de markt ingezet. Dus je kan zowel bij KfW Capital als bij het EIF hiertoe een aanvraag doen. Die periode waarin dat kon is verlengd. Die is volgens mij nu
tot 31 maart 2021, waarin je je kan aanmelden als je hier gebruik van zou willen maken als fondsmanager. Dan heb je tot, geloof ik, in juni de tijd om ook alles af te ronden en alle papieren in orde te maken. Want we zien toch wel dat nog wel wat papieren uiteindelijk moeten worden afgerond, worden ingevuld. We zijn met een aantal daar nu ook druk mee bezig. Want als we kijken naar enkele aandachtspunten voor deze Corona Matching Facility, zien we, en dat is wellicht ook niet heel erg verrassend, dat er is gewoon template documentatie voor hoe dit zou moeten worden geïmplementeerd. Die is eigenlijk, daar is eigenlijk geen onderhandelingsruimte. Dat heeft te maken eens, ten eerste omdat het iets is wat bij ontzettend veel fondsmanagers nu wordt geïmplementeerd. En dat ze trachten natuurlijk dat ze overzichtelijk mogelijk te houden. Maar wat ook heel erg meespeelt en waar ook heel erg mee wordt geschermd in de discussies die wij tot op heden hebben gehad, is het feit is dat al die stukken zo zijn afgestemd, al die documentatie is afgestemd, ook vanuit een Europees perspectief in het kader van eventuele staatssteun die vanuit Duitsland zou worden gegeven. En die documentatie is zo afgestemd dat in ieder geval dat ze daar comfortabel mee zijn. Dus iedere comma die ze bij wijze van spreken zouden wijzigen, zijn ze bang dat ze weer terug moeten. Eén, naar de ministeries en twee, naar eventueel Europa om te kijken of dit dan een wijziging zou betekenen. Dus je ziet dat er weinig onderhandelingsruimte is, ook ten aanzien van eventuele clausules die strikt genomen misschien zeer overbodig zijn. Zul je toch zien dat er over het algemeen in blijft staan. Een belangrijk aandachtspunt is met name, denk ik ook, is dat omdat die structuur en die documentatie zo is opgesteld vanuit het template-gedachte, maar vanuit die template-gedachte is wel heel erg vanuit het Duitse perspectief, wat op zich logisch is, gekeken. En daarbij is het Duitse trust-systeem en structuur heel erg voor ogen gehouden. En wij liepen er tegenaan dat de trust, zoals ze die jaar kennen en heel veel andere landen ook wel kennen, dat wij die in Nederland niet kennen. Dus waar de documentatie en de structuur en de gedachte van deze faciliteit heel erg zag op een trust, moesten we eigenlijk kijken hoe we dat op zo'n manier konden implementeren dat het in ieder geval vanuit een Nederlands perspectief werkt. Al is het alleen al omdat er ook opinies moeten worden afgegeven, dus dan wordt het allemaal net wat spannender vaak. Dus we hebben daar goed naar gekeken. We zijn met een structuur gekomen die nu ook akkoord is. Dat betreft, ik zal daar niet in al te veel detail op ingaan, maar het betreft een stichting waar uiteindelijk de asset, het belang in de onderliggende portfolio company mee wordt gehouden, die dan wordt beheerd door de fondsmanager. Dat uiteindelijk werkt dat. Alleen dat vereist dan wel weer wat aanpassingen in die documentatie. Nou, daar zijn ze dan nog wel geneigd toe om die stukken op dat vlak aan te passen. Maar dat is het dan wel. Daar zitten onder andere ook anti-dilution rechten in voor dan wel KfW ofwel EEF. Het is uiteindelijk KfW of het EEF die eigenlijk rechtstreeks meedoen met een nieuwe financieringsronde van de Duitse portfolio company. En daar krijgen ze dan ook, nou, in ons geval via een stichting, maar normaal gesproken via een trust, een belang in zo'n onderliggende company. En willen ze ook gedurende een nieuwe financieringsronde zorgen dat ze in ieder geval niet diluten daarin. Dus daar, dat betreft dan ook wel vaak enige aanpassingen in de onderliggende documentatie, waar rekening mee moet worden gehouden. Geen fee, geen carry, zal niet heel verrassend zijn, maar toch altijd even goed om te noemen. En als laatste in dit punt is het van belang om in ieder geval even iedereen erop te wijzigen dat mocht je hier naar willen kijken, dat de regulatoren kwalificatie van die structuur toch wel heel erg van belang is. Je kan daar vanuit verschillende perspectieven naar kijken, en met name omdat er ook weer Duitse regelgeving vanuit een Duits perspectief naar wordt gekeken, hebben wij gemerkt dat omdat we het toch net wat anders doen dan de trust, je die stichting bij wijze van spreken weer als een fonds zou kunnen kwalificeren. Die moet worden aangemeld bij de AFM. En wij liepen er tegenaan onder andere dat bij KfW deze faciliteit eigenlijk niet via een fonds, via een beleggingsinstelling mochten doen. Nou, dan kan je allerlei manieren verzinnen om te zorgen dat het niet kwalificeert als een fonds. Daar lopen weer risico's in dat het individueel vermogensbeheer wordt, MIFID. Dus daar zit een beetje een balans in om te zorgen dat het werkt. Daar zijn best wat mogelijkheden toe. Ook daar kunnen we nog een half uur met elkaar over discussiëren, maar we wilden het in ieder geval noemen dat daar oplossingen voor zijn, maar ook zeker aandachtspunten. Derde
punt wat ik in ieder geval nog wilde benoemen en het zevende punt van deze presentatie is eigenlijk de laatste twee punten zijn meer wat praktische implicaties, praktische dingen die wij zagen waar in ieder geval een aantal van onze cliënten tegenaan liepen en wellicht in de markt toch wel iets is wat relevant is. Deels natuurlijk ook nu door de COVID-crisis, waarbij je zag dat er bij een aantal fondsen behoefte was om extra kapitaal in portfolio companies te stoppen, terwijl het geld in de fondsen op was. Dus dat er niet meer getrokken kon worden bij de investeerders zelf. Veelal omdat die tegen het einde van de looptijd aanliepen, waarbij je normaal gesproken had gehoopt dat je die portfolio companies kon verkopen, maar door omstandigheden dat nu niet mogelijk was, en sterker nog, daar misschien nog wel wat extra geld bij zou moeten, om te zorgen dat je in ieder geval deze periode op een normale manier kon doorstaan. Daar hebben we met verschillende partijen naar gekeken. Wij willen in ieder geval dat aankaart hier en misschien wat mogelijke alternatieve oplossingen meegeven. En dat kan je eigenlijk opbreken in een tweetal manieren. Uiteraard, de eerste manier is te zorgen dat je additioneel geld in die portfolios komt om dat van bovenaf vanuit investeerders aan te trekken. De meest straightforward manier wat ons betreft is natuurlijk is naar je bestaande investorbase gaan en zeggen, dit is de situatie, wilt u allemaal additioneel geld storten door uw commitment te verhogen? Het nadeel daarvan is natuurlijk dat je dat van alle investeerders zou moeten doen, omdat iedereen er een bepaalde verhouding in zit. Dat zou je eigenlijk in diezelfde verhouding moeten en willen blijven doen. Al is het alleen omdat als dat anders wordt, omdat wellicht niet iedereen dat wil, of omdat bepaalde partijen meer willen, dat tot enorm veel complexiteiten gaat opleveren. Met name voor die fondsen die al zoveel jaar bestaan en een bepaalde verhouding in al die verschillende onderliggende portfolio's zitten. Dus eigenlijk werkt dat alleen maar goed wanneer je met al je investeerders kan afspreken dat ze mee willen doen en ook in dezelfde verhouding dat zouden willen doen. Mocht dat niet zo zijn, wat heel goed zou kunnen, dan zou je kunnen overwegen om daarnaast een soort top-up fund kunnen opzetten met een beperkt aantal investeerders die hebben aangegeven, dit is wel iets waar we geïnteresseerd in zijn. En op die manier kan je eigenlijk alsnog additioneel kapitaal creëren. Zul je wel weer even moeten nadenken wat voor upside je zou willen creëren voor die partijen die via dat top-up funds gaan, of je de bepaalde preferentie of iets ergens zou willen aangeven. Maar ik denk dat dat een goede manier zou zijn om te kijken naar een situatie waarbij je weet dat je een aantal investeerders van je bestaande investorbase hebt die wel bereid zouden zijn om hier nog wat extra kapitaal in te stoppen. Mocht dat nog beperkter zijn of op een andere manier te doen, kan je natuurlijk ook altijd nog één op één denken aan co-investeringsmogelijkheden vanuit één of meerdere partijen of wellicht zelfs derde partijen, mocht er niemand van de investeerders dat willen. Dat zijn echter alleen allemaal oplossingen waarbij je dus additioneel geld creëert om in die portfolio companies te stoppen. Je zou natuurlijk ook kunnen nadenken over, kunnen we gebruik maken van hetgeen wat al gecreëerd is van onderop. Dus de opbrengsten die gecreëerd zijn van de desbetreffende portfolio, maar waarschijnlijk eerder dan andere portfolio companies. Dan kan je denken aan de herinvesteringsclausule, waar wellicht veel fondsovereenkomsten in voorzien. Namelijk het feit dat als er opbrengsten zijn die naar boven komen, zou je die normaal gesproken uit moeten keren. Alleen over het algemeen zullen daar ook afspraken over staan dat je een bepaald deel daarvan mag herinvesteren voor nieuwe investeringen. Je zou daaraan kunnen denken. Het nadeel daarvan is dat over het algemeen die herinvesteringsclausule beperkt is in tijd en in bedrag. Dus je zou daar heel goed naar moeten kijken. En eventueel als het niet mogelijk is op basis van de bestaande clausule, zou je natuurlijk kunnen nadenken om naar je investeerders terug te gaan en te zeggen, dit is de situatie. We zullen je niet vragen om extra geld erin te stoppen, maar we willen wel een bepaalde opbrengst die we hebben hergebruiken om in deze portfolio te kunnen stoppen. En daarvoor zouden we graag de voorwaarden iets willen aanpassen. Ik denk dat je dat zou kunnen doen. Het kan zijn dat investeerders daar eerder toe geneigd zijn, omdat dat en niet zozeer extra geld kost, anders dan dat ze hopelijk hun opbrengsten wat verlaat terugkrijgen, of in ieder geval een risico lopen dat ze dat geld wat ze normaal gesproken hadden uitgekeerd gekregen, nu weer in deze portfolio company stoppen. Laatste punt wat hier relevant van is, en waarvan je misschien in eerste instantie zou denken, waarom gebruiken we dat niet, is de zogenoemde giveback, dus de verplichting van investeerders om reeds uitgekeerde bedragen opnieuw te herinvesteren. Veel fondsen hebben vaak deze mogelijkheid. Het punt daarbij is dat veel van deze clausules vaak voorzien in een zogenoemde verplichting om terug te betalen in geval van aansprakelijkheden, van liabilities.
En het lastige aan deze situatie is dat het niet zozeer een aansprakelijkheid of een liability die is opgekomen. Het is puur het feit dat er eigenlijk een soort equity cure moet plaatsvinden. Namelijk, je wil extra geld stoppen in een bedrijf waar in principe nu nog geen extra liabilities ontstaan, maar waar potentieel allerlei problemen zouden kunnen ontstaan als je dat niet doet. Vaak zal de giveback daarom er niet in voorzien. De tip zou zijn, kijk daar goed naar. En met name denk ik de tip is, en dat denken wij ook weer vanuit een toekomstig perspectief is, dat wij ons kunnen voorstellen dat met name die giveback bepaling op het kader van nieuwe fondsen wat verruimd zal kunnen worden, zodat je wellicht ook naar de toekomst toe, we sluiten niet uit dat dit soort situaties ook over enkele jaren weer gaat gebeuren, dat je die giveback bepaling verruimt, zodat je in ieder geval voor de toekomst daar eventueel de mogelijkheid toe hebt. Ik denk dat het laatste is wat je wil. Je wil niet van je investeerders geld terugvragen. Maar als je uiteindelijk toch die clausule toch iets verruimt om dit mogelijk te maken, zou je daar denk ik in de toekomst wellicht heel blij mee kunnen zijn. Laatste punt, en ik ben me bewust van de ene minuut die ik hiervoor nog heb, is einde looptijd. Ik denk dat dat ook een onderwerp is wat de aankomende maanden, jaren relevant zal kunnen zijn voor een groot aantal leden van de NVP. Waarbij je toch ziet dat de looptijd van het fonds aan het aflopen is. Al dan niet met de verlenging die daar al in de fondsdocumentatie voor bestaat. Dus vaak zal het zijn dat je 1 tot 2 tot max 3 jaar eventueel de termijn toch al kan verlengen. Al dan niet met goedkeuring van enige vorm van investeerdersbetrokkenheid. Sluit niet uit dat er in een aantal van deze fondsen natuurlijk nog wat portfolio companies zullen bestaan die wellicht ook nu door de situatie die ontstaan is door corona niet zijn verkocht, of in ieder geval het moment niet daar is dat je het nu zou willen verkopen. Dan is even de vraag, hoe ga je daarmee om? Anders dan een geforceerde verkoop. Maar een geforceerde verkoop is in mijn beleving nooit de beste manier om een portfolio company te verkopen. Dus wat zou je kunnen doen? Ook hier weer een aantal punten om mee te nemen. Uiteraard, de makkelijkste is meest straightforward is, waarom verlengen we die termijn dan niet? Ook daar denk ik dat je wel weer erg van je investeerders afhankelijk bent, omdat uiteraard je wel een bepaalde verlenging hebt afgesproken, maar die heb je al volledig gebruikt als het goed is. Dus dat zal betekenen dat je de fondsovereenkomst daarop moet aanpassen. En dat wordt toch lastig, denk ik, wanneer je ook zegt dat sommige investeerders daar niet in mee willen gaan. Dus dat zal niet in alle gevallen de meest geëigende manier zijn. Andere manier is natuurlijk wel gewoon in die liquidatiefase gaan. Dus over het algemeen zal, als de termijn verloopt, het fonds in een liquidatiefase gaan. Een soort vereffeningsfase waarin je eigenlijk alle assets zal moeten vereffenen. Dat zal best in veel gevallen ook een reële optie kunnen zijn. Het feit dat je in de vereffening van een fonds gaat, in een liquidatiefase gaat, wil niet betekenen dat je op dat moment heel geforceerd alles moet gaan verkopen. Je zult daar je rol als fondsbeheerder wordt alleen wat anders. Je was fondsbeheerder, je bent nu vereffenaar. Dus alles wat je op dat moment zal doen, zal meer gericht moeten zijn op het beëindigen en het verkopen en het vereffenen van de assets van het fonds. Alleen dat kan heel goed dat daar geruime tijd overheen gaat, omdat je daar nou eenmaal goede reden voor hebt om het in een bepaalde manier te doen, waardoor het toch nog wat langer kan gaan duren. Dus dat is denk ik een afweging die je zou moeten kunnen maken. En daar speelt vaak ook wel bij wat de impact zal zijn op de management fee en wat daarover afgesproken is in de fondsovereenkomst. En of je tijdens deze verlenging überhaupt nog management fee zou willen vragen. Al met al zijn dat denk ik redenen om te kijken welke van deze twee alternatieven het meest voor de hand liggende is. En dat zou je toch per fonds moeten beoordelen. Laatste punten. Alternatieven die je hebt, misschien niet altijd de meest geëigende, maar toch goed voor de volledigheid om te noemen, is uiteraard kan je ervoor kiezen om in-kind te gaan uitkeren. Ervaring leert dat investeerders daar niet over het algemeen op zitten te wachten. Vaak zal daar restricties in de fondsovereenkomst ook voor bestaan, al dan niet inside letters. Dus in ieder geval iets om over na te denken, maar veelal misschien niet de meest logische. Laatste punt om te overwegen is natuurlijk om te kijken of je het zou kunnen overdragen naar het nieuwe fonds of een ander fonds. Belangrijke punten die daarbij spelen is natuurlijk dat er allerlei tegenstrijdige belangen gaan optreden, met name wanneer je als fondsbeheerder zowel in het bestaande als in het nieuwe fonds zal gaan optreden. Dus betrokkenheid van
investors en LPAC-achtige commissies zullen daarbij een grote rol spelen, met name in het kader van de waardering uiteraard. Dat is het, kort gezegd, 3 minuten over tijd. Ik weet niet, Felix, of jij op de chat nog vragen hebt ontvangen, of dat er nog vragen zijn. Ik heb geen vragen meer gezien in de chat. Roderick heeft nog even een verduidelijking gedaan op een eerdere vraag. Ik denk ook gelet op de tijd wil ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage. Het zijn een hele keurige onderwerpen. Ook allerlei onderwerpen waar was NVP op de achtergrond druk mee bezig zijn in onze lobby. Vooral de AFMD. Dus stel ook vooral vragen aan ons die opkomen. Stel vooral vragen aan Roderick en Vilmar als jullie vragen hebben over het gestelde hier vandaag. Op 11 februari gaan we meer in detail over cross-border distribution praten. En 18 februari hebben we een bijeenkomst over de ESG-disclosure, waarschijnlijk. Maar daar komt allemaal meer informatie nog over. Dus dan wil ik iedereen danken en tot een volgende keer. Heel goed. Heel bedankt. Dank allen. Dank. Bye.